De aula van het Veenlandencollege was tot gisteren een ware jungle. Leerlingen speelden daar namelijk de musical Tarzan. Het verhaal gaat over eigenlijk een jong gezin wat strandt in Afrika. Moeder en vader worden vermoord door het luipaard. En ja, baby Tarzan blijft achter en wordt opgenomen door een gorillagroep. Na vele jaren in de jungle te hebben geleefd, ontmoet Tarzan voor het eerst een medemens. Vanaf deze onverwachte ontmoeting veranderden hun beide werelden. Tarzan wordt gespeeld door Luc Laporte, die als bovenbouwer al vaker in de schoolmusicals gespeeld heeft. Hoewel hij in ieder geval zijn haar mee heeft, kreeg hij de rol niet vanzelf. Dit jaar heb ik gewoon weer auditie gedaan. Dat is bij iedereen hetzelfde. We doen allemaal auditie. En op basis daarvan wordt de groep samengesteld. Kijken ze wie er mee mag doen. En iets later kijken ze wie welke rol krijgt. Dit jaar werd de musical 3 keer opgevoerd. Toch gaan er maanden van voorbereiding aan vooraf. We zijn eigenlijk al in september begonnen met audities. Vanaf het moment dat de groepen duidelijk waren, zijn wij begonnen met het oefenen van het script. De oefenen instuderen van de dansjes en de zang. En daarnaast hebben we ook een band, die zijn toen ook begonnen. Die hebben van allerlei clicktracks gemaakt. En ja, dat het echt fantastisch klinkt. Ja, en nu is het april, dus ja, er gaan zo'n 8 maanden aan voorbereiding vooraf. De school heeft inmiddels 11 musicals neergezet. Deze voorstelling had een bijzonder tintje. Als je hier achter me kijkt, zie je een beetje het decor. Nou, dat is anders dan de vorige jaren, want vorige jaren was het op het podium. Dit jaar is het in de bak. Dat zorgt voor een hoop extra ruimte en wat meer interactie met het publiek, heb ik het idee ook. En qua technisch, nou ja, er hangen hier mensen aan lianen en weet ik veel wat. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Dus dat is heel erg gaaf om te zien, vooral de laatste week, hoe dat allemaal zo vorm begint te krijgen. Tamara Scheers, de leraar die samen met haar collega's de musical neerzet, is tevreden over hoe de voorstellingen zijn gegaan. Ik ben gewoon echt super trots. Ik vind het gewoon fantastisch om te zien hoe die kinderen stralen. En dat ze dit kunnen doen en hoe ze ervan genieten. Ja, het is gewoon echt pure trots wat ik dan voel.